dumped on the floor. Good ball from Rudy to Ibisevic. There's the run. The other Bosnian, actually, it was Selihovic with the pass. And a nice slide from Fabian Johnson. Didn't result in a goal, though, which was what he would have liked, of course. But anyway, since that, he's back and... has scored three times this season alone. Now the chance for a cross. Janssen's at the back. Guerrero, there was hand in there. Surely Augsburg have only won one. Or rather, they're the team next up. Augsburg have won one, Hamburg have won two. Stadium still full, more or less, for this fixture. Jeffrey Brummer. Brought down by Ryan Babel. Two. Good running from Oogo, but he won't manage to keep that one in. Riding their luck slightly. Kind of game where a breakaway could result in a goal for either side, and there's a little bit of friction, shall we say, between Jeffrey Brummer and Ibisevic. Close and personal, no time, skillfully done. Rudy wants to launch that ball towards Ibisevic, who's got a game. Certainly a lot of commitment from both teams. We've had two yellow cards, Rudy and Kumpa for Hoffenheim. Touched off by Babel. Back in with the header. Trying to slip it past Brummer, but Jeffrey Brummer in the right place at the right time. Ibisevic trying to muscle his way through. Brummer at the back pass. It could be very important indeed. Malapa tries to go inside, but a good tackle from Brummer. Come again. Marcus Berg wants to shoot himself. Oh, good from Starke. Janssen pumped it. Nice run from Johnson, but got a little bit unlucky to not even get a corner out of that one.
Welkom bij de dag voor Oranje. Morgen speelt Nederland hier in Hamburg tegen Duitsland. In het stadion van HSV. De club van Jeffrey Bruma, die er dit keer niet bij is. Jeffrey. Ja, dat is hem dan, hè? Plekkie, 5. Nummer 5, ja. Je bent even geblesseerd. Hoe gaat het ermee? Ja, gaat goed. Ik heb vandaag weer kunnen trainen. Het is al een paar dagen zo. Dus ik hoop toch wel binnenkort toch wel weer aansluiten en weer te kunnen spelen. Jeffrey, hier zitten dus waarschijnlijk de Duitsers, maar waar zit het Nederlands elftal? Kom maar mee, ik ga laten zien. Mooi. Je moet oranje zich omkleden. En hoe vaak ben je hier al geweest? Als ik eerlijk zeg, dit is de eerste keer dat ik hier nu ben. Nou, laten we even kijken naar de rest van het kleedkamertje van het Nederlands elftal. Dit is een heel groot bad, vergelijkbaar met onze eigen kleedkamer. Nou, even kijken of ze nog kunnen douchen ook. De Wesley Snijders en de... Ja, hier gaan onze mannen dus douchen. Soeverein nummertjes te trekken hier, hè? Op de douche. Nee, dat denk ik ook niet. Wat gaat hier gebeuren in dit stadion? Wat gaat er gebeuren? Gaan ze tekeer, die Duitsers? Ja, ik denk het wel. Ze praten hier over de club. En ze zeggen het eigenlijk gewoon een oorlog eigenlijk, Nederland-Duitsland. Oorlog? Ook als het vriendschappelijk, ze noemen het de oorlog, ja. Wat betekent die wedstrijd voor jou? Nou, niet veel meer bijzonder als elke andere wedstrijd. Ik denk voor de Duitsers is het denk ik niet zomaar interland, nee. Oorlog? Voor hun is het echt drop op de ronde, oorlog, ja. Douglas Bruma. Niet dat we Matthijs en Heitinga nu al, nee, maar in de toekomst. Wat denk je daarvan? Douglas is nu Nederlander geworden. Dat is heel goed voor ons, goed voor Oranje. En mensen gaan natuurlijk nu speculeren over wie er eventueel gaat spelen en wie niet. Allebei groot. Ja. Allebei een goede snelheid. Ja. En je wil allebei voetballen. Ja, precies. Jij houdt van opbouwen, hè? Ja, een beetje via de Nederlandse stijl, zeg maar. Toch een beetje meegekregen in mijn opvoeding. Dat ik ook nu probeer uit te voeren, elke week. Droom je wel eens van het EK? Jazeker. Ja? Jazeker, ja. Het gaat toch nu al, steeds dichterbij komt, toch wel heel vaak door je hoofd. En als ik fit ben, is de kans denk ik wel zeker aanwezig, ja. Ze komen zeker nog sterker te ontwikkelen. En vooral laten zien in de Bundesliga dit jaar. Zodat de trainer hopelijk echt, als hij hem nodig heeft, echt op me kan bouwen. Dat zou wel een droom zijn. Was het nou die goal waar Marco van Basten in 88 de Duitsers zoveel pijn heeft gedaan? Nee. Ik zou wat zeggen. Het veld is namelijk een kwart gedraaid. Het veld is... Ja. Het oude Volksparkstadion lag... Zo? Ja, het lag zo, ja. Dus in feite... Was de Nederlandse? De Nederlandse goal was daar en de Duitse goal was daar. Dus Jan Wouters? Jan Wouters. Wie? Dus dan moet je nagaan dat Jan Wouters, die stond ongeveer hier. Stond hij. Gaat de paas met de buitenkant voet op Van Basten. Ja, en dan stond Van Basten? Van Basten stond... Waarschijnlijk dus. Ja. Hier. En die gleed op welke been? Zijn linkerbeen. Heel goed. Gleed hem dus met een slijding als het ware. En zo, met die slijding... Is het allemaal. Is heel Duitsland gewoon een paar jaar in rouw geweest. Ja. Allemaal de schuld van... grote meneer Van Basten natuurlijk. Hij kijkt niet naar je. Meneer Van Basten. Dankjewel. Geen probleem.